Hallo kijkers van Shine Sprites, op mijn gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock met Nanowing. Lekkering. Heel lekkering. Zeker. Of... zeker lekkering. Ja, zeker. Oké, wat is de volgende stap? Huilen, toen was ik mijn kaartje kwijt. Ja, it's painful. Eerst 3 Pokémonings vangen natuurlijk. Oeh ja, 3 Pokémonings. Dat was ik allemaal vergeten. Zeker. Misschien nee, dat maar... er wat leuk... Oh ja, oh nee, nu is het nog steeds level cap 55, hè? Ja. En ik ga even kiezen wat ik in mijn... Ja, ik denk oprecht dat het nu jouw time is om te shine, Vulpix. Oprecht. Ik wil nog even... Turtwig hier neerzetten. En deze boy wil ik ook even hier neerzetten, want dat zijn wel redelijk goeie. En dan moet ik even weer Pokémons gaan vangen. Ik moet die hebben. Ja. Pokémon niks vangen. Ik moest jouw scherm er even bij pakken, want ik wil natuurlijk wel zien welke Rapska of wat is dat, Relor jij gaat vangen. Ja, zie green. Kijk, we kunnen vliegen! Ja! Vlieging is wel leuk. Oh, je zou maar een Garchomp hebben. Ik verdien die, want ik jij was mij aan het pesting. Ja, ik was jou aan het pesting. Ik was jou aan het peddien. Ja. Ja. Ik word gepest. Het is jammer dat we niet zo'n soundboard hier hebben die we dan kunnen gebruiken. En dan de favoriete memes gebruiken. Ja, zoals Rusty heeft. Ja, die is wel echt heel ziek. Die hij heeft. Wauw, waar is Shirt? Maar ik wou geen 400 euro neerleggen voor zo'n ding, sorry. Nee, snap ik. Maar ik denk dat zoiets ook met zo'n stream deck moet kunnen. Ja, toch? Je hebt toch van die knopjes ook erop? Ja, alleen dan moet het ook weer dat hij en op OBS aanpakt en dat jij hem kan horen. En... Oh ja, dat is wel echt kut. En je moet dat dan eerst allemaal voor elkaar krijgen. Ah, kut, ja. Ik ben mijn pil vergeten. Oh, niet je pil. Ja, mijn medicatie, want anders je ga je dood. Je zetpil? Ja. Anders ga je dood, ik wil niet dat je dood gaat. Anders ga ik dood, ik moet hem nemen. Don't go dood. I'm now going dood. Zo. Zo, dat klinkt inderdaad net alsof je doodgaat, ja. Ja, ik ga nu dood. Nee, okay. Doe niet. Maar voordat ik dood ga, dan ga ik eerst even shit ruilen. Oh, dit is zo pijnlijk. Wat is dit voor een tyfus Oricorio? Level 8! Zeg dan! Zag B. Ja, zeg B. Wat is dit voor een gore Oricorio? Maat, dat ding is level 8, hè? En dan wil die niet in een ultrabal. Ja, nee. Nu wel. You get in the ball. You get in the ball. Nee, I got you. Nee. Juju. Oh, dan krijg ik nu een gibble. Gibble. Nee, en? Die heb ik al. Oh. Ik heb al een bob. De bruine bob. Een poepbob. Dat is, maar ik heb er wel van meneer Ai. Wow. Of mevrouw Ai. Ja, ik kan dat niet zien. Oeh, is hij gebreed? Oeh, deze is wel gebreed, zie ik. Maar ja, ik heb al een zo'n Wooper ding. En ik hoef er niet nog heen. Is mijn Skeledirge dood gegaan? Ja. Dus ik had helemaal geen 3 Pokémon hoeven vangen. Ah, maar dan kan je de volgende keer, dan heb je alvast eentje. Dan gaan we naar het Poképortaal. Misschien als je hem bewaart uit sentimentele Nee, waarde. Ik had hem al in de juiste box gezet, maar... Oh. Oei. Ja, kijk, hij was door... Ja! Nee, krijg de tyfus, echt. Krijg de fucking tyfus. Dit is de tweede keer, hè. Eerst was het al met de Riolu en nu is het met Gabite. Tenzij die over level 5... Ja, oké. Okay. I'll take this. Hij is wel min attack. Dat is wel minder. Maar ja, I'll take it.
Yes! En nu kan ik hem weer... Ah, oh, fuck. Maar dan moet ik nog TM Earthquake gaan fixen. Kut. Nu moet ik hem gaan maken. Dus dan moet ik de Pokémon dingetjes gaan zoeken. Welke materials ik nodig heb. Wacht, zeg nog eens wat je nou zei. Oh, wacht, maar dat boeit toch niet, want ik kan geen TM's gebruiken. Nee, voor dat ding. Ik zat al te denken van, huh, wat jij zegt klopt helemaal niet. Nee, je hebt gelijk. Ik was het alweer vergeten. Maar toen besefte ik me dat, ja. Oeh, een Lokix. Een Ductrio, oké. Trio. Met een diveball, dat is wel interessant. Dankjewel, Julianne. Alsjeblieft. Kijken. Nou, waarschijnlijk had ik wel een dikke die ik had geruild. Denk ik oh, dan. Oh, nice! Level 49. Nou, net. Dat is best nice. Ah, oh, deze is niet de Ductrio is te hoog. Ja, die Kabaito. Nee, die is level 30. Oh, je had zoveel mazzel weer. Nee. Echt met die status effect skills. Heb jij altijd mazzel. Tegen mij skills. Dan. Makuhita. Heb ik Yengoos al gehad? Nou, ik heb een Yengoos. Oh, wacht. Ja, jij... Nee, jij was toch dood gegaan door een Yengoos? Oh, dat was... Ja, maar ik had het gevoel dat had, dit al een keer eerder zei. Ja, maar toen kreeg je nog een Yengoos. Ja, zie je, ik heb al een Yengoos. Ja. Ah, oh, weg ermee met die vuile bitta. Zeker, man. Dat zei je ook tegen je Gigabyte, toch? Nee. En dan mag ik Rita, hou ik. Moet ik er nog eentje? Nou, dan mag Vulpix weer de box in. Hooray! Hooray voor Garchomp. Ben je echt niet te geloven. Een Rio. Yuki, doe eens even normaal, jongen. Yuki. Hey, Makuhita. Raichu. Oké. Raichu ain't that bad. Gaffi, is dat mijn Makuhita? Hé, hey, die heb ik ook. Ik heb ook Makuhita. Mm-hmm. Kijken welk level Raichu is. Ah, jammer. Oh, één level. Ah, dat is echt zuur. Dan haat... Nee, trouwens, de game haat jou helemaal niet, want je krijgt gewoon een Gigabyte. Dus... Hé, hey, dat is niet de game. Dat is degene die ruilt. Ik heb daar niks mee te maken, in. Ik zou best wel leuk vinden als ik... Oeh, een shiny. Die zal vast echt zijn in een luxury ball. Ja, 100%. Holy shit. Ah, die dame is echt real. Yeah. Oh, hop, Pip. The nou, return of the Jumpluff. Je had het over Jumpluff, maar Jumpluff is al lang dood. Oh. Oh, die was dood gegaan door de Garchomp dan. Ja, waarschijnlijk. Ah. Kijk, ja, dat dacht ik al. Oké. Okay. Nou, je hoeft de template niet aan te passen in ieder geval. Jawel, het moet weer een Gigabyte worden. Ja, maar nu ga ik hem hier vol. Oh. Hoppatee. Kijk, dan doen we 20 candy. Hop. Ja, dat is wel zonde van de TM's die ik heb gebruikt, maar ja. Dan, kijk, hey, Gibble! Nee! Oh. No, dit is 1-3. Ja, ik ga hem toch niet gebruiken waarschijnlijk. Ik heb echt niks met Garchomp. Niet? Nee. Geweldig. In competitive gebruikte ik ook altijd Garchomp. Kijk, de dik. Nou ja, ik denk dat dat wel misschien handig kan zijn. Kijk, in plaats van Slash dan. Alleen had ik er niks aan tegen je Charizard, maar... Oh nee, Jumpluff is nog niet dood. Ah. Nice.
Had hij ook niet een revive? Ja, maar ik heb hem toen geswitcht. Ah, voor de Breloom. Ja, ik moet het even terugkijken, maar... Ik zie... Hier nog een Jumpluff staan. Oh ja, Jumpluff heeft wel een... die revive is wel al gone. Maar ik heb hem uit mijn team gehaald. Ah, op die manier. Kijken. Oké. Ik denk dat jij wel wat extra dingetjes kan gebruiken. Oké, wat is de volgende step? Oh, kut. Ik denk gym 8. Ja, want de hoogste is daar level 48. En dat wordt leuk, want als we nu dan moeten gaan trading, dan moeten we alles accepteren wat we krijgen. Dus dat wordt spannend. Maar dat is de ijsgym, of niet? Yep. Oh, dan ben ik zo hard gaan... Ja, ik heb Charizard trouwens. Kijk, ik heb meerdere dingen die er wel goed tegen zijn. Kijk, wil ik nog iets wisselen? Ik denk het niet. Wacht, dat is niet gym 8. Want hier is ook een gym. Oh nee, dat is geen gym. Dat is Team guy. Star. Team Starring. Starring, Pokémoning. Starring the team. Seagreen. Welk level Pokémon heeft die dude? Level 48 is zijn hoogste. Oh, easy winning. Zeker easy winning. Dat moet wel lukken. En de trouw is heel simpel. Kijk, ik wil goede items vinden, maar ik kan dat niet hier vinden. Even kijken. Ik was toevallig daar al langs geweest. Want ik moest naar het bos. Oh, jij bent er al geweest? Ja, zeker. Dat is kut, want... Ik kan nog niet klimmen, dat is zo fucking kut in dit spel. Nee, maar je moet de berg oplopen. Dus dan moet je even kicken. Oh, dat is omhoog heen. Maar ik kan niet verder omhoog. Jawel toch? Oh, daar, denk ik. Weet ik niet. Doe maar wat. Nee, dit is ook omlaag. Maat, ik kan het niet. Je moet een gedeelte omlaag gaan om weer omhoog te kunnen. Kijken, wat is de handigste manier om daar te komen? Ik probeer elke keer te vliegen wat je in de DLC krijgt, maar dat kan helemaal niet. Ah, kut. Oh, ik toch nog een snowrun. Zullen we toch nog een DLC doen? Nee, die heb ik ook niet op deze game. Ah, kut. Was wel leuk geweest. Ik heb een getimede bal. Oeh. Het is getimede bal. Een eyestone? Zeker eyestone niet. Één great ball. Hoe kom ik nou weer bij drie? Ik wilde niet met drie repeat balls? Ja. Kijk eens wat lekker in Pokémon Scenery. Scenery Pokémon, hè? Hey, je bent er al. Ja. Oh. Ah. Komt Nemona toetje nog? Een Mona-toetje, dat is een goede vraag. Nee, we hebben er voor nu wel even gehad. Dus geen Mona-toetje. Nou, en het is recht, de challenge is recht toe, recht aan. Dit is toch best een Mona-toetje? Ja, maar die komt alleen met dialoog. Dan zeg je donder op. En dan jij dialoog het... tegen mij. Ja, maar dat staat niet in de Serbi guide, dus dan moet je Serbi maar. Joe Merrick. Joe Merrick is mijn mattie. Nou, blijkbaar niet, want hij heeft je gewoon in de maling genomen. En dat is een Engels leenwoord. Snowslope run. Oh, moet je dan zo schaatsen? Of skiën? Ja. Dat is leuk, Ing. Dat hebben ze leuk bedacht. Het is super easy, Ing. Ik vind het wel interessant dat ze dat dan als laatste gym doen. Maar waar moet het ook alweer mee? Daarboven, nee. Bij dat meisje dat, bij die jongen dat op een meisje lijkt.
Is dat een meisje of een jongen wat op een meisje lijkt? Of een meisje wat op een jongen lijkt? Nee, de gymleader toch? Oh, ja, ja. Dat is de jongen die op een meisje lijkt. Ja. Ja, ja. Iedereen dacht dat het een meisje was en ik dacht, nee, waarschijnlijk niet. Ik dacht ook dat het een meisje was. Ik dacht van, oeh. En toen dacht ik, oh, niet oeh. Je hebt je nieuwe aard gevonden. Dat kan ook. Ja, dat had ook gekund. Oeh, nu maar ben toen ik... dacht ik, oh nee, toch niet. Oh nee, toch niet. Oké. Okay. Je mag vlaggetjes missen trouwens, alleen... Ja, maar dan, ik ga toch geen vlaggetjes missen? Ik ben toch geen Sandering? Oh. Maar kunnen we niet allebei Sandering zijn, niet? Oh, je kan ook gewoon tegen die vlag gaan. Dat is ook goed. Kijk, bijvoorbeeld deze ga ik skippen. Oei, Latering. We gaan niks skipping, we gaan gewoon de Pokémon Mastering worden en dan moet je ze allemaal halen. Nee, ik niet. Ik heb er eentje overgeslagen. Ik ben heel erg teleurgesteld in jou, Wing. Kijk, en nu ben ik alweer bij het einde. Maar ik heb alles, dus ik krijg een Master Ball nou. Nou, maar we hebben allebei al een Master Ball, Wing. Nou en! Leave me alone! Leave Britney alone. Yay. Echt, dit is de allermakkelijkste trial van de alle trials. Seagreen. En het leukste, denk ik dan ook. En het leukste ook, ja. Maar dat was niet zo moeilijk. Nee, dat zeker niet moeilijk, King. Kijk, we moeten eerst tegen Frosmoth. Nou, ik heb Charizard. Die gaan we levend verbranden. Levend verbranden. Dat vind ik een keigoed idee. Lekker glaasje Pepsi erbij. Pepsi. Mm-hmm. Cola. Weet je wat ik erbij heb? Een Red Bulltje. Nee, een Monster Energy. Wow, nee, ik ga deze serie niet meer afmaken. Oh, maar deze ja. Red Bull, dat kan je op, deze, dat kan je op dit kanaal niet zeggen. Maar ja, ik ken iedereen, behalve jij, drinkt Red Bull als ze energy drinken. Of ze drinken die goedkope energy. Het is een sporing needing. Want hij heeft wel een mooie sjaal. Dat zeker, Ring. Paddy drinkt toch ook Red Bull alleen maar? Ja, maar Paddy is ook een loser boy. Oh... Hij heeft ook een PlayStation 5. Ja, ik wist dat je met die zou komen. Ja, maar nee, dit is toch geen jongen? Joeling, hij heeft gewoon lange haring. Dus, kut, wat wil ik nou zeggen? Het is net zoals... Maar de PlayStation 5, die krijgt wel Stellar Blading. En Ghost of Tsushima. Ik word niet warm van beide niet. Ja, maar... Maar het is met Asian Chick. Die met... Dus? Maar je ziet de booty. En de boeba's. Dus? Nou ja, als daar je daar niet warm... Daar heb je hentai tentakel van. Oh. Oh. Maar dit is geweldig. Het is geweldig. Betoverend ding. Zie bijten. Je wordt gewoon afgemaakt. Oh, jij moet ook tegen Sea Titan. Yep. Kijk, een Sea Titan. Hoezo kan die voor jou flamethrower en die voor mij niet? Dat weet ik niet, ding. Nee, ik wil mijn revive nog hebben. Hier, ga maar tegen Corviknight vechten. Ah, oh, liquidation. Ja, dat deed hij dus ook bij mij. Ja. En jij hebt nog de defense drop ook. Hier komt hij weer met liquidation. Steelwing. Stalen vleugel. Hey, Beyblade. Ja, Beyblade. Let it rip. Zo. En nu ben je neer, want je gaat toch geen potion gebruiken. Haha. Oh. Nou, ik was bijna Corviknight kwijt.
dat is niet zo Poggerino's. De Zee-Titaan gaat Sinchumingon. Hij gaat zeker Sinchumingon. Hier, hoppatee. Wat dacht je hiervan? Lucario. Lucario. Zekering, want Beertek heeft geen Brick Break, toch? Oh. Toch wel? Nou, hij heeft Earthquake. Nou ja, kijk, wat is sterk? 90. Beertek is Sinchumingon. Ja, nu twijfel ik. Kut. Doe Earthquake. Doe Earthquake. Doe Earthquake. Doe Earthquake. Doe Earthquake. Doe Earthquake. Ik weet niet wat. Earthquake. Ja, ik denk dat hij special slapper is. Earthquake. Doe Earthquake. Kijken Doe wat er gebeurt. Earthquake. Uh-oh. Uh-oh. Doe Earthquake. Doe Earthquake. Zo, 2 AP. Yeah. Nee. Wat moet je het? Ja. Kut. Ik onderschatte de Beartic. Shit. Nou, nu ben ik Lucario 2 keer kwijtgeraakt. Dit is wel heel kut. Nou, jouw kennen dan krijg je zo meteen gewoon weer een Riolu. Ah. Ik zeg niks, want dat jinx ik mezelf. Oké. Nou ja, dan moeten we maar op een andere manier dit winnen. Ik dacht, oh, Lucario kan dit wel aan. Nou. Hier, bam. Hoppatee. Nou, dan hebben we nog Altaria, maar daar ga ik niet voor switchen. En nu moeten we de hele lange cutscene zien. Oh, gefrozen en geconfused. Oh, shit. Oh, nou, je ging er wel te snel doorheen. Nou, het zou niet meer als... laat maar zitten. Easy winning. Het zou niet meer als eerlijk zijn als jij ook eentje verliest. Nee. Godverdomme. En ik keek nog naar de moveset en ik zag Earthquake en ik zag ook Aqua Jet, maar ik was het alweer gelijk vergeten dat hij Aqua Jet had. Ik dacht, oh, maar ik outspeed. Ah, oh, man. En ik miste Steel Wing uiteraard. Doe één keer op. Nando is boos. Nando is boos. Nou, valt toch wel mee. Het is maar uiteindelijk toch mijn eigen domme fout, dus ja. It is what it is. It is what it is. It is what it is. Maar deze wil ik niet kwijtraken, dus hier ga ik wel even een Hyper Potion op gooien. Kijk, al meteen. En dan kan Milaning weer even wachten. Doet hij in ieder geval niet touwtiefes veel, dat scheelt. Ah, stop. Stop it. Get some help. Hier, hoppatee. Nou, nog eentje. Flamethrower. Dan komt hij ineens met flamethrower aan. Had je dan boos geworden? Ja, dan was ik wel een beetje boos. Critical hit was je ook gewoon dood. Ja, dan was ik ook, ja. Hoppatee, maar nu krijg ik de critical hit. Yes! Gita, leave me alone. Leave me alone.
Zou ik gelijk Lucario even uit de party halen? Dan krijg je een goed, mooi overzicht van wat ik wel en niet mag gebruiken. Ja, dat is good. Dan ga ik even healing. Ja. Never mind, I'll give you your badge. En dan zeg ik, hou je back. Hou je badge. Oh. Hou je badge. Dat kan ook. Ik heb hem niet verdiend, want ik ben Lucario aan zoiets doms kwijtgeraakt. Ja, maar eerlijk is eerlijk. Ik had ook niet verwacht dat hij Aqua Jet zou hebben. Maar jij wist dat hij Aqua Jet had. Ja, ik zag het nog. Ik zag het nog, maar ik was er niet bewust mee bezig. Ik dacht, oh, hij heeft zoveel HP. Ik ben sneller. Nou, dat komt wel goed. Ik had gewoon Charizard moeten inzetten. En dan was het pas boel klaar. Maar ja, ook niet. Want Aqua Jet doet ook wel aardig wat. Aqua Jet. Dat is een Jumbo Jet. Dat is zeker een Jumbo Jet, denk ik. Wauw, de leak. Ga jij maar lekker naar de leak. Ga ik lekker naar de pre. Oké, even jouw scherm weg doen. Ja, optieven met je graftakface. Zoals Jan Dino zou zeggen. 1, 2. Nou, ik heb wel weer gelijk iets om te ruilen. Ja, ik kan maar beter zo goed mogelijk zien. Hè. Dat jij nog orde hebt in jouw... Wow, valt ook weer mee. Searching for an opponent to battling. Oeh, we hebben een special guest. Special guest. Nou, dat is geen Big Time Rush die een special guest is, helaas. Paralyzed. Nee, we gaan niet nog een keer paralyzen. Nou is het wel even klaar. je hebt je lol nu gehad met je paralyzen, maar... Never! Preparations complete. Oké. Zou hij dat doen? Oké, ik heb hem. He's never gonna expect this. Nog een keer, Kaartje? Misschien. Let's do this. Nee, het is voor jou. Oh, en... Oh, ja, dan heb je gewoon. It's only fair. Nou, let's go, klaar. Nou ja, zo was het voor mij, dus natuurlijk. Weet je wat ik nog dacht? Nou? Ik dacht, ik kan deze gewoon gebruiken, want ik heb Espeon bij hem nog nooit een aanval zien doen. Gewoon niet, ook niet in-game. Gewoon, ik heb hem nog nooit zien gebruiken. Dus ik dacht van, die gaat hij sowieso niet gebruiken. Nu dacht ik, nu is het rijpe moment. Hij verwacht dit niet. Oh, ik had meer het idee dat je hem gebruikt. Ik dacht van, ja, als ik die verlies, is niet zo erg. Oh. Nee, natuurlijk niet. I love Espeon. Oh, jij loft Espeon opeens. Zeker. Wil je beëindigen of wil je eerst nog dingen vangen? Ik wil hem wel beëindigen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering doen? Duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.